Terwijl de miljardairsfamilie familie van John de Mol meer dan ooit onder vuur ligt vanwege het seksueel grensoverschrijdend gedrag van Jeroen Rietbergen en het geheimhouden daarvan, kwam Albert Verlinde gisteren in shownieuws met een nieuwe showbizrel op de proppen. Volgens hem heeft Humberto Tan zich ook schandalig gedragen. Waar momenteel alles erop wijst dat de familie de Mol en hun bedrijf Talpa van alles in een grote doofpot hebben gestopt, wijst Talpa-ster Albert met de beschuldigende vinger naar RTL. Die moet volgens hem een groot onderzoek instellen, omdat ze daar als koningen door de gangen heen liepen, van we kunnen alles maken. Verbijsterend vinden telegraafpresentatoren Wilson Boldewijn en Jordi versteegde het. Jordi zat met verbijstering naar Alberts uitspraken in shownieuws te kijken. Ik dacht echt, wat doe je nou? Ik denk ook precies dat dat het effect is dat Albert wilde veroorzaken, zegt hij. Jordi denkt dat dit een vriendendienst was voor John. Ik zag het als een soort van bliksemafleider van alle aandacht die er momenteel is voor John de Mol en de Talpa Clan. Wilson, nu opeens moet het over een andere partij gaan. Jordi, ja, en specifiek dus over Humberto. Het is allesbehalve chic dit. Wilson, als je dit soort beschuldigingen doet, moet je het wel onderbouwen met feitelijkheden. Albert riep laatst dat hij Giel Belen zo laf vindt omdat hij niet wilde reageren op de Chembalarel, maar nu Albert zelf onder vuur ligt, geeft hij ook niet thuis. Jordi, ik probeer Albert al de hele dag te bellen en te sms'en. Ik heb hem de kans gegeven om te reageren vandaag, maar hij reageert niet. Hij vervolgt, dat vind ik opmerkelijk voor iemand die wekelijks in een showbiz-programma zit en probeert om verhalen rond te breien. Dat hadden wij ook gewild. Ik vind het dan een beetje lafjes dat hij niet bereikbaar is om te duiden wat hij gisteravond gezegd heeft. Wilson merkt op dat Alberts missie in elk geval geslaagd is. Wat wel zo is, als het een bewuste actie is geweest of een ingeving is geweest om de aandacht af te leiden, is het in zoverre geslaagd, want Humberto is meteen trending op Twitter. Gelukkig werkt RTL er niet aan mee, al dus Jordi. Die zeggen: We willen hier niet op reageren. We willen echt alle aandacht op het onderzoek richten. Zij vinden gewoon dat onderzoek belangrijk en het lijkt er dus op dat ze niet die bliksemafleider willen zijn. Vreemdgaan en hekje me toe zijn ook wel echt andere dingen, benadrukt hij. Hij noemt het inderdaad in één adem met de Dionne Staxrel en dat vind ik een beetje raar, want het heeft niets met elkaar te maken. Daar was geen gezagsverhouding en geen machtsverhouding. Shownieuws ligt sowieso regelmatig onder vuur vanwege het verdedigen van bevriende collega's en BN'ers. Wilson, sowieso leidt de rol die Shownieuws speelt tot kritiek. Dat was bij Marco Borsato ook al. Er wordt daar heel snel de bagatelliseringsrol aangenomen: van het valt allemaal wel mee. Je zit natuurlijk met die vervelende situatie dat John de Mol eigenaar is van de zender. Jordi, ja, het lijkt me heel lastig om momenteel aan de desk van Shownieuws te zitten. Wij weten niet hoe het daar achter de schermen gaat, maar misschien is er wel heel veel druk. Het is volgens mij wel heel belangrijk dat ze steeds in de uitzending blijven benadrukken wat hun positie is.